De beelden van Gronekarting worden mede mogelijk gemaakt door Kartcentrum Lelystad, Acer en GoodSign. Kijk, als ze weggaan nu, dan wel worden aangesloten bij elkaar weg kunnen gaan. Dat wel. Ja, kijk maar. Zo moet het. En zo moet het en zo gaat het ook gebeuren. Licht uit. Licht uit en Dilano van der Hof neemt ook meteen de leiding weer. Ook de kleur van de helm is hier goed aan te herkennen. Dilano. De hele dag al oppermachtig de man. Bij de mini junioren. En de eerste race, de tweede race. En nu ook weer meteen pakt hij de leiding van de andere man. En dan is het Thijs Kleinjan die, Kleinjan heeft de leiding overgenomen. Ja, het is Thijs Kleinjan op de Pirel die daar... Oh jee, dat wordt gezellig. Dilano van het Hof heeft. Gebeurt daar achter? Nee. Nog steeds heeft hij zijn eerste plaats. Dilano van het Hof vlak achter. Achter Thijs Kleinjan. Nee, daarnaast. Ja. Kijk. Oh, twee plekken was hij kwijt. Kleinjan nu naar vier. Dilano van het Hof op één. Twee plaatsen naar achteren. En de anderen hebben daarvan geprofiteerd. Maar genoeg. Jongen, met z'n tweeën daar vol de bocht in aan het einde van het rechte stuk. Dilano van het Hof, kijk, zoekt het plekje. Maar het is wel voor een tijd meteen een grote achterstand, de man op de Birel. En Dilano van het Hof op een tweede plek. Vlak achter de man Bartoek. En Bartoek, ja, die zal waarschijnlijk en daarbij de toegeven aan Dilano van het Hof. En Dilano van het Hof dringt natuurlijk heel zwaar aan bij
plaats. Gaat hij dan naar 1? Ja, hij gaat naar 1. Jelana van het Hof gaat naar de eerste plaats. En dan gaan we zien of hij dan wegkomt of meteen een gat slaat. Dat doet hij. Hij slaat meteen een gat naar de tweede en de derde plaats. Van het Hof aan de leiding. Met Laurens van Hoeken. Dan pakt Koek en Vrijhoud. Dat is wel de snelste tijd bij de Muni Junior. Nou kijk, handje omhoog. Niet doen. Ja, een vraag om een kaart. Het is geen voetballer namelijk. Dus kart het is. En de wedstrijdleiding zal het zeker zien zodra er wat aan de kikker is. Maar wat is mijn klaar, Jan? Zal die dan, zullen ze dan ook de aansluiting weer krijgen bij Milano van Gogh? Was ook de klasse die, waar Ralf Winkel in meedeed in deze klasse. Maar Dylan van Hof heeft ook heel duidelijk heel veel snelheid met zich mee. En kijk maar, hij slaat ook een gat van hier tot 0,6. Heeft hij al de voorsprong op de tweede man. Dan ben ik benieuwd of dan Thijs Kleinjan nog terug zal komen. En ook nog aan de man voor hem voorbij komt. Dat is Bart Ploeg. Om eventueel toch weer in de buurt te komen van Dylan van het Hof. Kleinjan op een Birel. Ja, en hij heeft het al voor elkaar. Kijk, dan gaan we meemaken of niet meemaken. Ik ben benieuwd of die dan nog een aansluiting bij Kleinjan. Kleinjan nu onderweg naar Dylan van het Hof. Kleinjan onderweg naar Dylan van het Hof. Dylan van het Hof, komt die voorsprong. Hoeveel? Dat is 1,3, 1,4 is het geworden. 1,4 is de voorsprong inmiddels geworden op de tweede man. Dan denk ik, ja, die Kleinjan die heeft natuurlijk echt absoluut de snelheid te pakken. Maar Dylan van het Hof is de snelste, 49,7,15. Kleinjan heeft het nog niet weten te verbeteren. Had overigens wel daarnet de snelste tijd neergezet. Voor de thuisblijvers is dit de mini junioren. Dat is een klasse, klasse apart. Zijn er ook kleine heren, mannen, zeker dametjes die in deze klasse rijden. Op sliks. En ook de frames. Dat zijn of CRG of Birel of iets van die aard. En daar wordt ook vrij veel ook in strijden. Daar leert men rijden. Daar hebben er ook een hele aantal al hun diploma, oftewel hun licentie weten te halen. Ook licenties rijden hebben we gedaan. Oh, ik begrijp dat er gaat een vlag uit. Dat er vloeistof ligt op de baan. Dat is in ieder geval een vloeistofvlag. Nou, die gaat alweer naar binnen. Is al niet meer nodig. En we zien Dylan van het Hof
hier aan de leiding. En ja. Ja, het zijn waarschijnlijk de steentjes ook, die daar liggen dan op de baan. En dat geven ze dan ook aan, dus dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Dylan van het Hof, 1,5 seconden voorsprong op Dylan van het Hof aan de leiding. Heeft hij voorsprong, 1,5 seconden. De tweede, dat is Kleinjan met Hoepen Hoepen. Daar zit 3,4 seconden tussen Hoepen en Kleinjan. En op 1 Dylan van het Hof. Vandaag magistraal, de snelste. Sound zit er ook in. Jeroen Weersma, die met startnummer 8 is uiteindelijk toch uitgevallen. Heel spijtig, zat daar ook achter de banden. Had in het begin al wat problemen met het wegkomen en het starten van de kart. En nu. Is het dan zo dat hij ernaast staat. Maar Van Gogh met de mini junior. Vroeger was dat een mega grote klasse. Daar weten we natuurlijk dat Guido van der Garde was dan degene die in die klasse reed. En ook was het Bakker, ook uit Amsterdam, ook vele anderen. En ook zeker ook Max Verstappen die in deze klasse reed, toen hij klein was. Was een jaartje of 7. Hij reed de eerste race, reed Max Verstappen op Emmen. Daar zijn ook wat foto's van. En ook deed ik daar toen de prijsuitreiking van Max. Prachtig mooi guitenpeentje. En toen waren zijn vader en moeder ook nog bij elkaar. Maar toen had de overwinning in zijn zak gestopt. En ook daar werd de vlag gezwaaid voor hem. En wel de goede, de finishvlag als eerste voor hem werd neergehaald. Zo. Dan gaan we eens even kijken naar Dylan van het Hof. Waar de toen de tijd waren met Thijs Kleinjan. 1,6. Hij loopt verder weg. Niet dichterbij, hij loopt verder weg. En ik weet nog wel dat in de tijd van Max Verstappen was het 76 mini junior. 76. Moesten alle series rijden. Series bij de mini junior. Dylan van het Hof aan de leiding. Kijk, heeft hij nog 1,6, 1,5. Hij heeft er een tiende van afgesnoept, Kleinjan. Oh ja, nou ja, goed. Ja, nou ja, goed. We gaan verder met de wedstrijd, Dylan van het Hof. Met Thijs Kleinjan en Laurens Hoepen. Bart Ploeg, die er net ook ter stil stond. Maar wat hebben we staan? Bart, het is van het Hof wederom een snellere tijd. 49.699. Dan denk je bij jezelf, ja, dat rijdt er aan te zien. Maar toch wel leuk. Ik vind het gaaf.
Die gasten die strijden natuurlijk ook achterin net zoveel met elkaar zoals iemand dat voorin zou doen. En dat groepje, als je het goed volgt, is het prachtig om te zien. Ook daar zitten natuurlijk de kempanen in die wel wat met elkaar willen. Dit groepje bedoel ik vanaf de nummer 95. Jim van der Meijden met Soele, Volleboom. Dan Berger van der Ede met Tristan Kroonen, Papel. Die mannen proberen natuurlijk elke centimeter van elkaar af te pikken en te stelen. En wat gebeurt is natuurlijk is de vraag. Ze proberen het wel. Roeren, kijken, of daar leren natuurlijk van. En dan zie je dat de man achter Van der Meijden, dat is Denna van Soele, ook zijn plaatsje probeert af te jatten. Maar jatten, nee, dat is machtig. Jatten doet het niet, dat is machtig. 13,5 minuut. 13,5 minuut, we hebben het gehad. Dan is het voorbij. Het zijn laatste, bezig met de laatste rondes van dit evenement. En een prachtig evenement. We hebben een schitterend mooi Nederlands kampioenschap weer gehad. Zonder dat de puntjes op de alleen gisteren hadden we heel even wat regen. Wat hebben we hier naar ons zin gehad? En ook een prachtig mooie evenementen meegemaakt. Ook prachtig mooie manses. En dan is dit de laatste mans. Daar komt hij aan. De laatste ronde voor Milano van het Hof. En met zulk mooi publiek om ons heen. Met in alle rust gelukkig weinig toestanden geweest hier. Hoe mooi kun je het hebben op dit prachtige evenement. Hier op Spa-Francorchamps bij de Chrono. Wat fantastisch genieten. Laatste ronde hebben we hier dan Dal van het Hof. Ja, van het Hof gaat hier de volle overwinning pakken voor Thijs Kleinjan. Ik heb even nagedacht en even gedacht van dat Kleinjan nog terug zou komen. Maar die laatste van het Hof zetten achter elkaar nog snellere tijden en snellere tijden. Steeds van meer. En wat mooi om te zien ook de man hier aan het werk. Op bij de mini-junioren. Hij pakt de volle winst. Hij hier vandaag overal winnaar. Met Thijs Kleinjan op 2. Laurens van Hoepen. Dan Bart Ploeg. Amijde Soele van de Ede. Dan Volleboom Kronen. En Jeroen Wiersma. Helaas, die is uitgevallen.